Welkom, Tom van Grieken, voorzitter van Vlaams Belang, ja. En Melissa de Prater, voorzitter van Vooruit. Ik begin bij u, mevrouw de Prater. We zagen het, u maakt Vlaams Belang, zou je kunnen zeggen, inzet van de verkiezingen. U zegt vooruit of achteruit, kies maar. Waarom is een keuze voor Vlaams Belang een keuze voor achteruitgang, volgens u? Wel, overal waar je komt, dan hoor je dat mensen vooral bezig zijn met een portemonnee, met een koopkracht. Dat toch het thema is waar heel veel mensen van wakker liggen. En voor ons is dat net het punt geweest waar wij de voorbije jaren een heel forse strijd op hebben gevoerd. Wij zijn in de federale regering gestapt met de boodschap dat wij dat alleen maar zouden doen als mensen erop vooruit zouden gaan. De pensioenen verhoogd, de lonen, de facturen verlaagd, in de zorg geïnvesteerd. En natuurlijk, dat is omdat wij heel hard overtuigd zijn dat mensen hun koopkracht beschermd moet worden, dat die verbeterd moet worden. En ik maak mij zorgen als het Vlaams Belang aan de macht zou komen in ons land, dat het omgekeerde gebeurt. Dat zien we eigenlijk overal waar extreemrechts in de wereld aan de macht komt. Dat de koopkracht achteruit gaat, dat economisch slecht gaat. Dat de koopkracht achteruit gaat, absoluut. Ook de vrijheid en de veiligheid. Maar ik hoor het ook soms meneer Van Grieken wel al eens zeggen, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, daar wil u besparen. Dat betekent natuurlijk net weer duurdere facturen. Mm-hmm. En dat is net de strijd die wij de voorbije jaren hebben geleverd. Meneer Van Grieken, er worden een heleboel elementen opgesomd, maar uw partij staat voor achteruitgang, volgens u. Nou ja, het is... Laten we twee dingen zeggen. Ten eerste, dat die leugen dat we zouden besparen met sociale zekerheid, dat is zelfs al eens gefactcheckt geweest door KNAK. Nee, gezondheidszorg, dat heeft u gezegd. Dat is gefactcheckt geweest door KNAK. En als het Vlaams Belang al KNAK moet inroepen... als maar u heeft, dat gezegd? U heeft dat toch gezegd? U moet die leugens gerust niet verspreiden. Allee. Twee, ik ben het eigenlijk eens met de analyse van mevrouw de Prateren. Sinds waar? Er is één alternatief voor al die andere partijen. Als je op al die andere partijen stemt, van N-VA tot Groen aan toe, op een of andere manier zijn uw coalitiegenoten, bondgenoten, dan weet je wat je krijgt. Meer migratie, meer staatsschuld, meer onveiligheid. Wilt je iets anders, wilt je een echt alternatief, dan is er maar één alternatief. Dat is het Vlaams Belang. Van die andere partijen weet je wat je krijgt, meer van hetzelfde. Wij zijn het alternatief. Gaat alles perfect lopen als Vlaams Belang al zit? Natuurlijk niet. Maar op zijn minst heb je een kans dat er echte verandering komt. Oké, daar gaan we dus dieper op in de loop van de uitzending. Nog één vraag voor u, op basis van wat ik hoorde in de reportage. Is er niet bedachtzaam en zorgvuldig genoeg, zorgzaam genoeg omgegaan met mensen, zoals sommigen in de reportage, door de klassieke partijen, waaronder die van u? Ja, ik vind dat er in het verleden te veel vanuit Brussel, vanuit een ivoren toren, is bestuurd. Dat is net de reden waarom ik zelf in politiek ben gestapt, omdat je echt wel hoort waar dat mensen van wakker liggen. Ik kom zelf continu tussen mensen en ik vind het belangrijk om dat ook te vertalen en daar de strijd voor te voeren. En natuurlijk, dan is koopkracht een van de thema's waar het altijd om draait. Maar blijkbaar daar... nog niet aanslaat, afgaande op de peilingen. Wel, de voorbije jaren zijn wij wel de enige bestuurspartij geweest die er fors op vooruit is gegaan. Dat is altijd moeilijk. Maar dat komt wel en nu omdat weer wij... terugzakt? Dat komt wel omdat wij weinig hebben beloofd, maar wel al die punten hebben waargemaakt. En het is absoluut terecht. Er moet veel meer gebeuren. Dat is niet altijd evident. En ik ben altijd bereid om al die kritiek te aanvaarden. Maar er zijn wel concrete stappen vooruitgezet. Mm-hmm. En de koopkracht is in ons land wel het beste beschermd van heel de wereld. Alleen blijft die altijd onder druk staan. En het is net daarom, bijvoorbeeld besparen in de gezondheidszorg. U heeft dat trouwens wel gezegd. Ja, dat gaan wij gewoon niet doen. Ik vind dat een bedreiging voor mensen die het moeilijk hebben. Als de koopkracht al beschermd zou zijn in het land, is het te denken aan de index, de automatische indexering. Dat is de verdienste van de socialisten. Weet wat de verdienste is van de socialisten? Ongedekte checks uitschrijven. U pocht hiermee dat u de koopkracht heeft beschermd. Daar ben ik ten eerste niet mee oneens. Dat klopt toch? Maar u gaat toch elke studie toont dat aan, meneer Van Grieken. Dat die factuur is doorgeschoven naar de volgende generaties. We moeten hier putten vullen, staatsschuld wegwerken. Hoe zou u het dan doen en uw partij de koopkracht versterken? Want het is toch ook een speerpunt van uw programma? Ja, uiteraard. Je moet zien dat lonen weer werken, dat werken weer lonend wordt. Meer netto uit bruto. En ons voorstel is om de belastingvrije som op te trekken tot het leefloon en belastingschijven te verlagen voor de tweede belastingschijf van 40% naar 30%. Zo houd je op het einde van de maand meer over. Dan krijg je ook het verschil tussen niet werken en werken wordt dan ook groter. En met welk geld betaalt u dat? Ik voeg daar wel aan toe. Binnen België, binnen Belgische structuur, is dat onbetaalbaar. Waarom is dat? Mevrouw de Prater moet eerlijk zijn. Hè? Of u blijft de bodemloze putten van Wallonië en Brussel vullen, of u beschermt echt de koopkracht van de mensen. Maar beide kan u niet doen. En ik zal u zeggen wat u zal doen. U zal blijven Wallonië en Brussel die putten vullen met Vlaams geld, omdat u schatplichtig bent aan uw Waalse zusterpartij, de PS. Ja, ik wil wel even op die koopkracht doorgaan, want het is natuurlijk voor veel mensen heel belangrijk. En als ik dan kijk naar het programma van u, meneer Van Grieken,
U benoemt effectief heel veel koopkrachtmaatregelen die voor mensen belangrijk zijn. U heeft een deel van ons programma gekopieerd. Alleen, als we eerlijk zijn, het moeilijke deel, de oplossing, hoe gaat u het betalen, hoe gaat u het realiseren, dat heeft u niet gekopieerd, om maar een paar concrete voorbeelden te geven. Ja, jonge wij zijn niet starters. Voorstander voor meer belastingen. De Vlaming betaalt al de hoogste belastingen. Maar mag ik misschien even een paar voorbeelden geven? Lagere belastingen, waar we het absoluut over eens zijn. Jonge starters die moeten voor vooruit nog een woning kunnen kopen. Belangrijk. Dat betekent geen registratierechten tot €250.000. Dat heeft u gekopieerd. U bent het daarmee eens. De oplossing moet u dan natuurlijk ook wel durven zeggen. En dat betekent dat wie een buitenverblijf heeft, wie een andere woning heeft, meer registratierechten betaalt. Dat heeft u niet gekopieerd. Evengoed als het gaat over een erfenis. Wij vinden bij vooruit dat mensen iets moeten kunnen erven, belastingvrij, als het gaat over een bedrag tot €250.000. Gekopieerd. Maar wat u niet gekopieerd heeft, opnieuw, is de oplossing. Dat betekent dat wie miljoenen erft, dat die natuurlijk ook wel wat meer moeten betalen. De rekeningen dus dat is de vraag. Dat is wel heel opmerkelijk. U bent toch aan de macht, mevrouw? Waarom hebt u die niet uitgevoerd? U komt hier met voorstellen... De erfbelasting is een Vlaamse materie. Dat u maar okay. niet hebt En daar zit u in de oppositie. Ja. Daar zit een groot verschil tussen u en mij. Wij betalen al de hoogste belastingen van heel Europa. Wij zitten in de kopgroep. Wij zijn massaal aan het werk als Vlamingen. We hebben een historisch lage werkloosheid. Hoeveel wilt u de Vlaming nog uitpersen om bodemloze Waalse putten te vullen, een immigratiefactuur te betalen, waar niemand heeft om gewerkt? Onder deze Vivaldi-regering van u is de immigratiefactuur voor de opvang van asielzoekers geëxplodeerd tot 1,1 miljard. U hebt wel 2,5 miljard ieder jaar voor ontwikkelingssamenwerking. Daar is wel geld voor. U hoeft niet meer belastingen te heffen. U moet minder uitgeven. De Vlaming leeft niet boven zijn stand, maar de Belgische staat leeft boven zijn stand. Zegt u dan eigenlijk, ik kom zo terug bij u, dat met uw ideeën eigenlijk niks kan gebeuren zolang dat die Belgische structuur er is? Want dat meende ik te begrijpen uit wat u eerder zei. Er is een van de fundamentele problemen. Waarom rijdt iedereen zich vast federaal? Laten we eens even uitzoomen buiten het kleine partijpolitieke pik-a-pik. We hebben ooit een verhofstadt gehad met burgermanifesten, een rechts- en Vlaams programma. Gaat België redden? Ik kan zijn programma niet realiseren. Dan heb je de termen gehad, rechts- en Vlaams, België wil redden. Compleet afgestraft. De wever net van hetzelfde met Zweeds. Maar de vraag is eigenlijk, uw voorstellen hebben die zin zolang u dan in een Belgisch context werkt? Met andere woorden, heeft het zin om... Maar ik ben de vertegenwoordiger van Vlaamse kiezers. Niet van Waalse. Ik kom op voor de belangen van de Vlamingen. Mevrouw De Prater komt op voor de belangen van de Waalse PS, voor nieuwkomers. Maar ik niet. Ik ben partijvoorzitter van de partij die Vlaams belang in zijn naam draagt. En dat is ook het belang dat wij verdedigen, het Vlaams belang. Even dan dat punt van er gaat geld naar migratie en naar asielopvang onder meer en ontwikkelingssamenwerking dat anders zou besteed kunnen worden. Een punt? Ja, maar misschien een paar dingen rechtzetten. De voorbeelden die ik gaf zijn Vlaamse bevoegdheid. We zitten daar in de oppositie, dus laat ons wel het debat wat ver brengen. Maar ik blijf wel op de vraag of op mijn honger zitten als het gaat over hoe gaat u die koopkrachtmaatregelen financieren. Ik hoor u zeggen, door het land te splitsen. U hoeft niet heel het land te splitsen, enkel de sociale zekerheid. Ja, de sociale zekerheid te splitsen. U weet even goed als ik dat dat niet iets is dat je in één vingerknip doet. Dat duurt jaren, dat is weer chaos, onzekerheid, duurt splitsen de hele van de periode. Financiering is het tweede wat u zegt. Een migratiestop. Dat hoor ik u gisteren op uw congres ook heel luid roepen. Dat klinkt heel mooi, want we hebben effectief een probleem op migratie. Ik ben de eerste om dat te erkennen dat daar terug grip op moet komen. Heel veel mensen liggen daarvan wakker. Dat is een federale bevoegdheid. Daar bent u bevoegd voor. Dat is een federale bevoegdheid en daar is niet zo'n eenvoudige oplossing voor. Dat zou u ook moeten weten. En ik vind het dan zelfs opmerkelijk. U moet in zo'n complex probleem eigenlijk elke stap, elke manier om grip te krijgen op migratie, u moet die nemen. En als het dan gaat over een strenger terugkeerbeleid goedkeuren, dan houdt die wet tegen, dus daar bent u dan niet voor. Ja, dat zijn de feiten, meneer Van Grieken. Maar nog veel meer, u weet dat daar niet zo'n eenvoudige oplossing voor is. En dat is wat u de mensen wijsmaakt. U zegt dat u de wonderoplossing heeft om in één vingerknip nul migranten in ons land te krijgen, een migratiestop. Ja, als mensen daarop gaan moeten wachten, hè, dan zal er aan hun koopkracht in elk geval niet veel gebeuren. Want u zegt heel duidelijk, eerst het land splitsen, eerst de migratiestop en dan... Het motto van vooruit is, luister naar mijn woorden, maar niet naar mijn daden. Nee, want wat wij beloofd hebben, hebben we gedaan. Pensioen, loon, factuur, zorg. Luister naar mijn woorden, kijk niet naar mijn daden. Nee, dat klopt. Maar met betrekking tot die migratie, dat kan u mij niet verwijten. Drie cijfers sinds 1 januari 2020.
zijn er 135.000 nieuwe Belgen bijgekomen. Klopt, dat zijn er 115.000 asielzoekers en meer dan 140.000 mensen gekomen via gezinshereniging. Dat is een stad sinds 1 januari 2020. Maar ik heb gezegd dat er zeer veel asielzoekers zijn. Wat hebt u dan eigenlijk gedaan voor de migratie te beperken? We hebben bijvoorbeeld een voorstel gedaan om ze terug te sturen. En u heeft dat niet voor. Wat heeft u gedaan? U zit in de legislatuur, in de meerderheid. Wat hebt u nu gedaan? U zegt dat u tegen migratie bent. 0,0. U mocht geen woonsbetredingen doen, daar bent u tegen. Als je hier illegaal... Maar je moet in het regeerakkoord... Ik ben daar niet tegen als partij. In het regeerakkoord staat in het verkiezingsprogramma. Wel, bij ons is dat een allerlaatste stap, maar het is een mogelijkheid. In hetzelfde voorstel dat u mij verwijt tegen een zogenaamde verstrenging, is niet waar. In hetzelfde voorstel staat ook dat illegalen die minderjarige kinderen hebben, nooit kunnen opgesloten worden met het oog op terugkeer. Okay, maar ja, mevrouw, wat zou u dan doen, meneer Van Grieken? Wat wij zouden doen? Want het is toch een complex probleem. Uiteraard. Er is geen wonderformule, één druk op de knop. We hebben een zeer interessant migratiecongres gehad met 100 haalbare voorstellen. De eerste 10, dat mag u weten, er gaat Europese samenwerking zijn. Maar u kunt de gezinshereniging versterken. U kunt werk maken van moeilijkere nationaliteitsvoorwaarden. U kunt ook werk maken van actief opsporen van illegale en effectief terug. Maar allemaal is dat zaken... zo makkelijk terugsturen? Want dat is wat deze regering toch ook probeert te doen. Ik kan u één voorbeeld geven. Kijk naar het land Zweden, waar een partij als de onze enkel nog maar gedoogsteun heeft gehad. En ze hebben nog maar de maatregelen aangekondigd. Het land Zweden. En plots, men zag een kelding van de asielaanvragen. Want ze voelden, oei, daar moeten we niet zijn. Er is een reden waarom dat België zo aantrekkelijk is. U weet wat de echte reden is. Hè? Het is niet voor het goed weer, mevrouw. Het is voor een zeer gulle sociale zekerheid. Als je één maatregel zou invoeren, zorg dat je sociale zekerheid kunt afschermen voor nieuwkomers. Ja, misschien even terug naar de essentie. Want u heeft gezegd, er komen hier heel veel mensen toe. Dat is natuurlijk waar. Dus er is effectief een probleem. Je noemt het zelf chaos. Ik noem het chaos. Dat is ook zo. Het migratiebeleid loopt vierkant en het is ook niet zo eenvoudig op te lossen. Er moeten wel een aantal stappen gebeuren. Ten eerste... En hoe komt het dat dat nog niet gebeurt? Wel, ik wil graag tot een aantal stappen komen waar wel stappen vooruit zijn gezet. Het is gewoon de realiteit dat we de voorbije jaren veel oorlogen hebben gezien in de wereld en ook veel meer migratie hebben gezien. Dat is nu eenmaal zo. Wat moet er gebeuren? Meer opvang in eigen regio. Je moet ervoor zorgen dat mensen in de regio naar school kunnen gaan, een job kunnen hebben. Daarvoor dient trouwens ook... Daar zijn we het over eens. Nee, daar zijn we het niet over eens. Want daarvoor dient ook ontwikkelingssamenwerking. U heeft net gezegd, dat gaan wij afschaffen. U kan niet tegen migratie en tegen ontwikkelingssamenwerking zijn. Maar oké. Daarna zorg je ervoor dat er een Europese spreiding komt. Want wij vangen proportioneel veel te veel vluchtelingen op in ons land. Dat is zo. U schrijft in uw programma dat u eigenlijk... uit Europa wil stappen, tegen Europa bent, Europees parlement afschaft en zo, allemaal goed. Maar migratie stopt wel niet aan de grens. Dat is nu eenmaal de realiteit. Migratie zou nu net... Mevrouw, dat is nu het punt. Ja, voor u zou het moeten stoppen aan de grens. Stoppen aan de grens, dat is wat de mensen vragen. Ja, dat is wat de mensen vragen. Als een grens, mevrouw de Prater. De Prater mag haar punt maken. Ik wil wel graag het punt maken, want u zegt dat is wat de mensen willen. Daar heb ik alle begrip voor. We moeten stappen vooruit zetten. Maar een migratiestop, een muur rond Vlaanderen, u weet net zo goed als ik dat de mensen... U zegt zelf, een migratiestop. Hoe gaat u dat doen? Want u verwijst naar andere landen. Er is geen enkel land waar een migratiestop mogelijk is. Mochten zij het al lang gevonden hebben, was het al lang gebeurd. Maar Vlaams Belang heeft plots de oplossing. Een migratiestop is het migratie willen stoppen. We hebben een set van maatregelen. U zou eens gewoon moeten gaan luisteren bij de socialisten in Denemarken. Maar ook daar is geen migratiestop. Daar is de socialistische minister die zelfs in de media verklaart wij streven naar een migratiestop. Dat is niet nul. Maar in het regeerakkoord staat, we gaan de migratie, we zitten niet op minder of meer migratie, we beheersen het gewoon. En als je gewoon de migratiegolven beheerst, weet je, je krijgt meer migratie. En we verschillen van mening, je hebt hier duidelijk gezegd, migratie stopt niet aan de grenzen. Dat is het hele punt, hè, mevrouw. Waarom hebt u eigenlijk een voordeur? Omdat je die op slot kunt doen en kunt beslissen wie je wel of niet binnenlaat. Dus zegt u dan, beleid toe is los van Europa? Dus dan toch een muur rond Vlaanderen? Nee, helemaal niet. Wat wij zeggen is 1. Opvang in eigen regio. 2. Dat zeg ik ook. Dan heb je een fort Europa nodig waar je de Europese buitengrenzen echt op slot doet. Dan moet je de Europese binnengrenzen controleren. En het sluitstuk, van migratie is een effectief terugkeerbeleid. Actief opsporen van illegale. Het enige wat wij willen, en dat gaat u snappen, want uw voorganger stoefde altijd met de Deense socialisten. Wat Denemarken heeft gekregen als opt-out om zijn eigen grenzen te kunnen controleren, die uitzondering die Denemarken heeft gekregen,
die moet ons land ook krijgen. En denk erover, maar baas dat... worden over onze grenzen, baas worden over onze toekomst en baas worden over ons eigen. Uw voorganger is even ter sprake gekomen, Conor Rousseau. Het is nog altijd niet duidelijk of hij terugkomt of niet. Kunt u ons daar iets over zeggen, tussen? Nee, want het is nog altijd niet duidelijk. 14 maar dat zal april? De komende, ja, 13 april worden de lijsten ingediend. Op dat moment zal dat zeker ook duidelijk zijn. Hij was heel uitgesproken in hoe hij de dingen benoemde. Ja. Dat is hem soms ook kwalijk genomen. Soms ging hij over de schreef, heeft hij racistische uitspraken gedaan, ook bij monden van uzelf. We zien nu in de peilingen, en het zijn maar peilingen, dat de partij achteruit gaat. Denkt u dat dat te maken heeft met het feit dat Conor Rousseau, die de dingen benoemde zoals hij ze zag, er niet meer bij is op dit moment? Of omdat hij ze zo benoemde? Wel, peilingen, dat is altijd moeilijk te zeggen aan wat dat ligt. Ik denk altijd aan reus op uw partij als het over personen gaat en niet zozeer over de inhoud. Dan heb je dat effect wel vaker. Ik zag wel heel duidelijk op het moment waarop wij over koopkracht, over de problemen van de mensen spreken, dan doen wij het goed in de peilingen. Dus dat is natuurlijk waar voor ons de opdracht over gaat. En dat was net het punt dat ik heel hard duidelijk wou maken, want ik wou nog even daar rond concluderen. Mensen liggen wakker van hun koopkracht, liggen wakker van een migratie, maar u zegt eigenlijk heel duidelijk dat u één het land wil splitsen voor u iets aan al die problemen zal doen. Staat letterlijk in uw programma. Ik heb het meegebracht. Is het fiscaal plan van Vlaams Belang haalbaar en betaalbaar? Niet in de Belgische context. Dus eerst het land splitsen, eerst maar een migratiestop. Als u binnen de Belgische context, ja, u weet net zo goed dat er dan nooit iets gebeurt aan de koopkracht. Binnen de Belgische context gaat u Grieken, altijd belastingen moeten verhogen. Meneer Van Grieken, maar dan zegt u gewoon tegen mensen uw loon verhogen nadat het land gesplitst is, nadat er een migratiestop is. Maar wees u eerlijk dat het loon niet verhoogd kan worden omdat uw bodem Waalse putten moet vullen. Dat is van absoluut uw Waalse waar. PS. Bij ons daar bent u het allebei niet eens. Dat is nee, heel dat duidelijk. Verschillende realistisch. En de reden waarom ik achteruit ga in de peiling, als ik een kleine analyse mag visie. Maken, is dat u inzet op antipolitiek. U hebt de afgelopen maanden niet over uw programma gesproken, mevrouw. Campagnes met mijn gezicht erop. Een antipolitiek van je welste. Ik denk persoonlijk dat je een positieve verhaal moet uitdragen. Wij doen een verhaal voor onze mensen, zodat we het er op de eerste plaats gaan zetten. Ik denk dat dat de manier is hoe je mensen charmeert, niet door een antipolitiek te doen. En negatief over andere partijen. Korte reactie en dan heb ik een vraag. Het is geen antipolitiek campagne, draait er natuurlijk rond om duidelijk te maken wat verschil is tussen partijen. En daar dient een debat voor. Maar we staan heel positief in het leven, door meneer Van Grieken. Ik wil even naar u, meneer Van Grieken, want vandaag kwamen nieuwe documenten boven in verband met geld dat Philippe de Winter, prominent partijgenoot van u, ontving van Chinese organisaties en van een man die als spion het land is uitgezet. Hij sprak daar eerder al over met Pieter-Jan de Smet. Met Interzaken. Gaan even luisteren naar wat hij toen precies zei. Vanuit China heb ik nooit geld gekregen. Het enige wat mij ooit is uitbetaald, dat zijn onkostenvergoeding voor etentjes, voor allerlei onkosten, verplaatsingen en dat soort van dingen meer. Het ging om onkosten, zei hij toen. Dat was eind vorig jaar. Nu blijkt dat hij die ontvangen heeft als senior political advisor. Zo ondertekende hij zelf. En dat hij ook een fee organization cost ontving van 3000 euro. Wat deed hij om zo'n fee, zo'n betaling te krijgen? Wat ik begrepen heb, ik heb Philippe erover gevraagd, dat dat een hoop onkosten waren die gebundeld zijn geweest. Ik vind dat bijzonder ongemakkelijk. Ik vond dat ongemakkelijk in 16, ik vond dat ongemakkelijk in 19. Ik ben een fee is eigenlijk een stukje loon, hè? Ik ben eigenlijk, als ik moet zeggen, Philippe heeft het hier op beeld nog eens gezegd, het is allemaal oud nieuws, onkosten die vergoed worden, onder welke term dan ook. Dit is luister dat niet van... nou als senior political advisor? Maar... Dat suggereert toch, en dat blijkt ook uit wat de actie maar waren, ook dat is, u politieke zegt... activiteit. Maar u zegt dat men op de hoogte was dat het een spion was, dat het een politieke activiteit was. Niets van dat alles. Hè. In 2015 en 2016 waren dat culturele evenementen waar Philippe heeft gezegd ik zal u in contact brengen of evenementen organiseren. Waarom net tekent zoals, hij dan met senior political advisor? Net zoals de liberale burgemeester van Bree evenementen heeft georganiseerd, net zoals de N-VA-burgemeester van Lier evenementen heeft georganiseerd, net zoals diezelfde culturele organisatie, want zo hadden ze zich vermomd, in contact stond met de minister van Binnenlandse Zaken, meneer Jan Bon. Ik ben het oneens met uw analyse dat dit nieuwe feiten zijn. Dat zeg ik niet alleen. Dat zegt politicoloog Karel De Vos vandaag op het laatste nieuws. Dit is al eens onderzocht geweest door de procureur-generaal van het Hof van Beroep van Brussel. Hij heeft gezegd, niks strafbaar. De staatsveiligheid heeft dat gezegd in 19. En drie maanden geleden, over exact dezelfde feiten, geen nieuwe feiten, okay, heeft het deontologische commissie van het Vlaams parlement gezegd, er is niks gegrond aan. Mevrouw De Prater, mevrouw De Prater, is de timing. Twee maanden voor de verkiezingen, oude koeien van
acht jaar geleden, of hij al dan in een loempia mee met die schoenen. Mevrouw De Prater, kom. Zand erover, oud nieuws? Wel, ik vind het straf dat u het oud nieuws noemt, want het verschil toen was natuurlijk dat er geen bewijzen waren. En nu liggen er facturen van duizenden euro's die gewoon door Philippe De Winter worden doorgefactureerd aan de Chinese overheid. Dat heeft Philippe zelf in december nog verklaard. Maar hij wordt omgekocht met serieuze facturen om eigenlijk aan landverraad te doen. En dat is een beetje het ding met Philippe De Winter, sta mij toe. Maar hij kiest altijd de verkeerde vrienden. Het is voor de Chinezen, voor Poetin, voor Assad. Allee, bedoel, op den duur vraag je toch wel stilaan af of je dat allemaal oké vindt en of je dat allemaal dikke prima vindt. Ik vind dat toch iets om ons zorgen over te maken, want het gaat hier wel heel duidelijk over de Chinezen, over de veiligheid van onze Vlamingen. En nu laat dat blijkbaar gewoon... Wil u iets ondernemen? Je mag zo reageren, want Groen bijvoorbeeld zegt hij zou moeten aftreden als ondervoorzitter van het Vlaams parlement. Treedt u dat bij? Wat maakt dat allemaal uit? Hetgene enige wat uitmaakt, is wat meneer Van Grieken doet als voorzitter van Philippe De Winter. Er zijn al zoveel incidenten geweest. De deontologische commissie kan daar nog eens een blaam voor uitspreken. Allemaal prima. Maar het is de voorzitter die ervoor kiest om hem in zijn partij te houden, terwijl er gewoon omkoping, spionage, weet ik veel wat met de Chinezen gebeurt. Meneer, dat is voorzitter, heel bijzonder dat u dat zomaar toestaat. De staatsveiligheid zegt dat er geen omkoping is of beïnvloeding. Maar nu leggen de facturen op tafel. De procureur-generaal van het Hof van Beroep zegt dat er geen probleem is. De deontologische commissie van het Vlaams parlement, daar zit uw partij in, zegt dat er geen probleem is. En nu leggen de facturen op tafel. Maar blijkbaar is er terug wel een probleem zonder nieuwe feiten. Maar vindt u dan normaal dat hij daarvoor betaald wordt om informatie van ons land door te geven aan China om de veiligheid van onze mensen op het spel te zetten? Informatie is doorgegeven. Dat is helemaal niet wat er hier is. Dat gaat hier over toeteractiviteiten. Het enige wat u zegt is juist. Weet u wat er niet feit is? Dat er nu plots documenten verschijnen. Ja, dat is toch... Dat zijn zijn documenten. Zou het een interessante vraag zijn? Want de journalist in kwestie, de linksactivistische, biedt in de afspraak. Van waar komen die documenten? Het gaat over journalistiek onderzoek van... Is het toch niet relevant? Zou het misschien kunnen dat die plotse documenten, die Philippe al heeft verklaard dat die er zijn, plots opduiken 2 maanden voor de verkiezing, zou de uitvoerende macht hier afrekenen met een politieke tegenstander? En dan is het gewoon oké dat hij factureert en dat daar voor China wordt gespioneerd. Dan is het oké. We gaan dit hier afronden, want hier raken we niet uit. Maar ik aanvaard dit niet. Zeg mij eens welke spionage dat Philippe De Winter hier heeft gedaan. Welke politieke beïnvloeding? Noem maar één. Hij wordt betaald door Chinezen. Hij schrijft op zijn brief dat hij zelf advies geeft aan de Chinezen. Wie beschuldigt dat? Als u dat prima vindt, meneer Van Grieken, is dat uw zaak. Het is heel simpel. Wie beschuldigt het bewijs? Welk bewijs is er van politieke beïnvloeding van Philippe De Winter op onze partijlijn? Niemand van ons laat ons betalen hoor, door de Chinezen. Hier gaan we niet uitraken op deze manier. Nee, want het is een beschuldiging zonder bewijs. We gaan dit hier afronden. Ja. Ik wil nog één zaak te berde brengen. Dat is dat u op uw congres ook liet duidelijk verstaan. Wij zijn klaar om mee te besturen, zelfs federaal, ondanks dat niet werken van de Belgische staat. Hoezo? Wel, we hebben gezegd, kijk, als je meer dan 1 op 4 Vlamingen op u willen stemmen, zelfs 27%, dan kun je niet voor hun verantwoordelijkheid onttrekken. Alleen zeggen wij in het hele congres, wij denken dat het interessanter is om eerst een Vlaamse regering te vormen. Dat is niet wat de Wever wil, die wil eerst een Belgische regering. En als Vlaamse regering, als een Vlaams blok of als een Vlaams front, naar die federale onderhandelingen te gaan. Denkt u dat daar iemand met u wil samenwerken? Wel, dat weet ik niet, maar... Mijn Boma Zaliger, dat was een wijze vrouw. Die zei, wie betaalt, bepaalt. De Vlaming betaalt heel dit land. We zijn met 60% van de bevolking, 70% van de belastingen, 80% van de export. Ik aanvaard niet langer dat er dictaten van de Waalse PS van Mahiet komen die bepaalt wie er wel of niet aan tafel zit. Maar dan zullen we een coalitieregering moeten vormen. Tuurlijk. En als we dan kijken naar hoe een geestesgenoot van u, meneer Wilders, in Nederland dat doet, die zet heel wat principes in de koelkast. Bent u ook bereid om dat dan te doen, desgeval? Dat denk ik niet, want... Ik denk, dat Geert Wilders soms wat scherper is dan ons. Wij zijn veel genuanceerder. Wij schrijven ook uitgebreide programma's. Dat doet Geert net iets minder. Dus de soep wordt niet zo heet gegeten? Wel, het liefst van al zou ik geen compromis sluiten. Maar dan heb ik 50% nodig. Dat ziet er niet naar uit. We gaan winnen. Nee. Maar zoveel gaan we niet halen. Maar hoe groter de kiezer ons maakt, hoe minder compromissen wij moeten sluiten. Dus een oproep naar de kiezer. Wilt je niet dat Vlaams Belang te veel compromissen sluit? Maak ons zo groot mogelijk. Mevrouw De Prater, is het voorstelbaar dat het Vlaams Belang ooit zoveel toegevingen doet dat u zegt... Daar kunnen we mee samenwerken. Er zijn een aantal raakvlakken naar boven gekomen. Ook heel veel verschillen voor alle duidelijkheid. Maar een aantal bezorgdheden delen jullie wel, los van hoe je het oplost.
bezorgdheden, je moet die natuurlijk oplossen. En dat is net mijn hele punt. Wij zijn een partij die enkel gaat meebesturen als het is om de koopkracht, om de zorg, om het onderwijs te verbeteren. Dat is niet wat uw partij gaat doen. En los daarvan staan er in dit hele programma ook een aantal crazy ideeën, als ik het zo mag noemen. De vrouwen terug meer aan de haard, zoveel mogelijk thuis, zoveel mogelijk kinderen. Dat staat er zelfs niet. Ja, dat staat er eigenlijk wel in premies om mensen te laten. Zaken die onoverkomelijk zijn voor u, zo. Wanhopig. Ja, we staan absoluut op. Lijnrecht tegenover elkaar. We zijn niet voor discriminatie en dat soort zaken wat toch terugkomt in het programma. Niet voor een veiligheidsbeleid waarbij iedereen pepperspray krijgt en vechtlessen. Nee, u vindt dat vrouwen gerust onbeveiligd mogen rondlopen? Maar wij moeten werken. Staat erin dat wij vinden dat vrouwen niet mogen werken? U daalt af naar zo'n niveau. Meneer Van Grieken, laat ons eerlijk zijn. Dat zeg ik niet. Dat staat daar niet in. Maar daar staat wel heel duidelijk in dat vrouwen zoveel als mogelijk kinderen moeten krijgen aan de haard. Okay. Ja, kom. We gaan geen abortus enzovoort. De programma's zijn bekendgemaakt en zijn publiek toegankelijk. Voilà, dus iedereen kan zijn huiswerk maken. Lees ons programma. Ik roep iedereen op, want deze leugens hebben we nog nooit meegemaakt. Maar we gaan het debat voor nu hier houden bij dit gesprek, want dat is alles waar we tijd voor hebben. Maar ik wil jullie hartelijk danken voor de komst naar de studio. Melissa de Prater en Tom van Grieken. Dank u wel.